programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Ja, vandaag in Dommeland Live gaan we het hebben over de Elf Steden Zwemtocht. Ja, het moet niet gekker worden. Circus Zijm komt weer naar Bokstel toe en die gaan iets heel bijzonders doen. En de bloedprocessie die is over 2 weken hier in Bokstel. Daar gaan we ook over praten vanavond. Ja, en de meeste mensen is het niet ontgaan. Umberto Tan deed afgelopen week iets heel bijzonders. Die gooide met een pijltje zo, hup, op de kaart van Nederland. En Bokstel was de uitverkorene. Guus Meeuwis die komt zijn cd-presentatie hier in onze mooie gemeente houden. En ik mag vanavond iets heel bijzonders aan jullie bekendmaken. En wie weet ook nog wel een mooi iets weg gaan geven. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. Guus Meeuwis, cd-presentatie aanstaande vrijdag hier in Bokstel. Ik zou zeggen, het is dinsdag 15 mei. Welkom. En ik had te vertellen, want we waren natuurlijk zo met Guus Meeuwis bezig. Vanavond doen we alles in de muzikale omlijsting. Het moet bij jou zijn, nummer 3. Van niemand minder dan nummer 9. Nummer 9. Ter ere van de Lumicine. Ja. Maar nummer 9, voor de mensen die het niet weten, vertel. Nou, nummer 9 is voor iedereen die nu tot 10 kon tellen, daar is het voor. Nee, we hebben gewoon gekozen. We vonden het mooi. Nummer 9. Henk heeft daar nog een diepere filosofische gedachte over, denk ik. Die kent meer muziek uit het verleden en het heeft iets te maken met oude nummers. Maar voor mij is het gewoon een goede naam. Weet je, nummer 9 staat goed. Dus. Ja, jullie komen de muzikale omlijsting vanavond doen. Ja. Maar jullie zijn ook te zien op Lumicine. Op Lumicine, ja. Vertel. Vertel, wij spelen op Lumicine. We staan geprogrammeerd in de kiosk, volgens mij vanaf 3:05 tot 3:30. Gewoon midden op de markt, of hoe heet het, op het plein daar? Op het plein, ja. Niet in de tent, maar lekker buiten in de zon, hoop ik. Ja. Dus kom allemaal kijken, hè. en hoe komt het dat jullie zo in de muziek zijn beland? Oh, nou ja, we zitten al heel lang in bandjes en zo. En ik kwam Henk altijd tegen, of Henk kwam mij tegen, dat kan ook. Maar dan zagen we elkaar en ja, op de een of andere manier hadden we altijd zoiets van, we moeten met elkaar muziek gaan maken. En het was wel eens ooit bij Lumicine en dan stond Henk weer te kijken of Henk speelde daar en dan stond ik weer te kijken. En op de een of andere manier was er altijd een klik en ja, zodoende is er dat van gekomen. En we gaan dat ook echt vieren bij Lumicine, want het is natuurlijk een fantastisch festival. Daar zijn we super blij mee. En zeker omdat het Charles verliemt. Het is zijn 10e en volgens mij zijn laatste dat hij het gaat organiseren. Dus, voor de mensen thuis die het niet weten, wanneer is het? Het is eerste Pinksterdag. Okay. 20e is dat. Aanstaande zondag. Dus ik hoop dat het goed weer is, dan wordt het echt een feestje. Ja, precies. Gaan we dat verzorgen. Zou ik ook kijken. Nou, eerst gaan we vanavond genieten van jullie. Ik zou zeggen, take it away. Ja, wij starten met de mens. Ode aan Charles Verliemt dan. Hè. Nummer 9. Dank u. Zie de mens die hier voor u staat. Zie hem aan. Bloter dan nakend. Maar niet beschaamd. En de reden is onbekend. Of doet gewoon niet mee. Zie de mens. Die hier voor u staat, raak hem aan. Zijn ogen vragen open te gaan. En de reden is onbekend, doet gewoon niet mee. Voel de mens. Thank you.
de mens die hier voor me staat, zie ik hem staan. Open of gesloten, dat is de vraag. En een antwoord blijft onbekend, of doet gewoon niet mee, zie ik de mens. Fantastisch! Nummer 9. We komen straks nog bij jullie terug. Dank, mannen. Ja, we hadden het er net al over. De Elf Steden Zwemtocht. En nou ja, niemand minder dan Puk Bakker zit bij mij op de bank. En zij gaan met wereldkampioen Maarten van der Weijden zwemmen. Hey Puk, dit lijkt wel een droom volgens mij. Ja. Ja? Wat is er gebeurd? Hoe is dit idee ontstaan? Nou, ik zwem altijd al graag. En toen ik wedstrijd ging zwemmen, ging ik ook buiten zwemmen. En uiteindelijk maakte Maarten van der Weijden bekend dat hij een Elfstedentocht ging zwemmen. En dat mensen mee mochten zwemmen, zeg maar. En ik vond dat een geweldig idee. En dus hebben mama en ik en papa me ingeschreven en heb ik een actiepagina gekregen. En zo is het eigenlijk een beetje verder gekomen, zeg maar. Wauw, maar hoe vind je het? Hoe vind je dat je op Maarten van der Weijden is natuurlijk wel echt... Ja. Hey. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik op zich wel heel gaaf. Want ja, niet iedereen die doet dit, zeg maar. Ja. Heb je Maarten ooit in het echt gezien of heb je hem ooit ontmoet? Nou, ik heb een keer eerder een marathon meegezwommen, een 12-uur marathon met onze club. En wat? Een 12-uurs marathon. Een 12-uurs marathon? Ja. En daar zwom Maarten van der Weijden ook in mee. Ja. En toen heb ik hem natuurlijk ook gezien en op het laatst heb ik een high five van hem gekregen. En ja, voor de rest heb ik wel eens vaker gewoon op tv gezien en zo, maar niet vaker in het echt, zeg maar. Voor mijn beeld voor me, want we kennen de mensen thuis ook waarschijnlijk wel. Die kennen de Elfstedentocht, hè? Maar de Elfsteden Zwemtocht. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, eigenlijk precies hetzelfde als gewoon de Elfstedentocht, maar dan zwemmend. Maarten van der Weijden heeft zich bedacht van, je kan hem schaatsend doen, maar je kan hem ook zwemmend doen. En ja, nou gaat hij zeg maar precies hetzelfde als je hem schaatsend doet, even ver. En 200 kilometer ver gaat hij zwemmen. 200 kilometer, hè? Ja, in 3 dagen wilt u dat gaan doen. Ja. En Hoe gaat het er voor jou uitzien? Wat ga jij exact doen? Nou, ik ga 2 kilometer mee zwemmen in Sneek op 18 augustus. Ja. En Moet je daar nou heel hard voor trainen eigenlijk? Want je zegt ik zwem al, maar dit is natuurlijk iets heel anders. Want dit is niet in een zwembad. Nee, nou, ik zwem wel mee. Afgelopen jaren heb ik wel eens vaker op open water gezwommen, zeg maar, wedstrijden. En daar zijn gewoon wedstrijden. Daar heb ik kilometer gezwommen en jaren ervoor 500 meter. En ja, nou wordt het een uitdaging om 2 kilometer te zwemmen, dus ik ben daar wel hard voor aan het trainen. Ja. Hey, wat is nou het grote verschil, hè? Want als je kijkt naar het zwembad zwemmen en zwemmen in open water. Ja, open water, dat is niet verwarmd. En voor mij is het ook het grote verschil de keerpunten. Want in een zwembad moet je draaien. En open water kan je gewoon in 1 keer doorzwemmen. En dat is wel fijn. En bij onze wedstrijden bij open water, zeg maar, zwem je met heel veel mensen tegelijkertijd. En binnen moet je gewoon in je eigen baan starten. En dat is heel anders dan buiten. Ja. En moet je nou ook rekening houden met bijvoorbeeld met eten of zo, met bepaald eten, dat je extra energie krijgt? Of?
Hoe gaat dat? Ik doe gewoon normaal eten. Het is niet dat er iemand naast de kant eigenlijk staat, of papa of mama die in één keer een banaantje zo naar je toe gooit. Zo van, hier, even energie. Nee, het is maar 2 kilometer. Maar 2 kilometer? Ja. En voor jou is het maar 2 kilometer? Ja, ik moet er wel voor trainen, maar ja. Het lijkt heel weinig, zeg ja. maar. Het zwemmen, we zien steeds meer mensen die gaan zwemmen. En op de Olympische Spelen zien we natuurlijk heel veel zwemmers. Waarom ben jij ooit begonnen met zwemmen eigenlijk? Nou, gewoon omdat ik mijn ABC moest halen. En diploma's halen vond ik altijd heel leuk. Ja. Dus ik ging door. Ja. En ook met zijn vaardigheid. En uiteindelijk, ja, ik wou synchroon zwemmen gaan doen. Alleen dat bestond niet in het dommelbad meer, zeg maar. En een vriendin van mij die zei van, ja, ik ga wedstrijd zwemmen hierna. Wat doe jij? En ik van, ja, ik heb nu niks. Ja. En ik wou blijven zwemmen, want ik vond het geweldig om te zwemmen. En toen ben ik mee gaan wedstrijd zwemmen. En dat vond ik heel leuk. En toen bleek het dus dat er ook buitenzwemmen was en lange afstanden. En toen bleek lange afstanden en buitenzwemmen echt mijn ding te zijn. Ja. Maar train jij dan ook wel eens bijvoorbeeld in langspier hier in Boksel? Of jump je gelijk de dommel in en zwem je naar Liem toe? Nou, in Sint-Michels-Gestel is een buitenbad. En in de zomer of pas geleden is die weer geopend en daar train ik nu vooral. En in de langspier train ik niet zo vaak. Eigenlijk nooit eigenlijk. Maar wel in de Oosterplas. In Den Bosch. Ja. Daar train ik meestal met Sandra Schellekes en mijn broertje. En Rob van de Rob. En binnen krijg ik meestal gewoon training. Ik noem het binnenseizoen en dat is het ook zo. En daar krijg ik training van Jan Winkels. Mm-hmm. En ik sta meestal gewoon in de Oosterplas. Ja, maar heb je nou ook speciale kleding nodig als je dan buiten zwemt? Of doe je dat gewoon in je zwembak? Nou, afgelopen jaar heb ik dat wel gedaan. Maar er zijn regels gemaakt, zeg maar. Ja. En is het zo dat je onder de 16 graden met de wetsuit moet zwemmen. En dat is ook bij de Elfstedentocht, zeg maar. Waarom is dat? Ja, voor de warmte of zo. Ja. Ik snap de logica ook niet helemaal. Want dat je niet heel koud gaat krijgen. Ja, want ik heb vorig jaar ook gewoon in 16 graden met gewoon badpak gezwommen. Ja. Maar dat gewoon was een bikkel. Ja, nee, maar het zijn regels gemaakt, dus ik, ja, daar moet ik me wel aan houden. Ja, en even terug dan inderdaad naar die Elfsteden zwemtocht. Mag je nou tussendoor ook pauzeren? Nou, nee. Nee? Nee, ik denk niet. Nou, Maarten van der Weijden die zwemt gewoon door en die doet af en toe op een matje volgens mij, gaat hij gewoon eten. Maar ja, het is 2 kilometer, dus dat zwem je gewoon uit. En dan is maar, en voor mij denk ik maar 1 uur, 3 kwartier zwemmen. Dus daar hoef ik geen pauze in te houden. En ben je dan continu aan het borstkrauwen of ben je de schoolslag netjes aan het doen? Of ga je op je rug zwemmen? Of wat is nou de ideale tactiek? Ja, mijn slag is meestal gewoon borstkrauwen. Ja. Wauw. Hey, en heb je nou extra aanmoediging nodig? Daar? Ja, papa en mama komen daarheen. Maar. Want het is laat ik het anders zeggen. Kunnen mensen je steunen? Kunnen mensen je ondersteunen? Ja, want ik moet zeg maar 1000 euro bij elkaar halen voor het KWF, zeg maar. Ja. Want je zwemt voor KWF. En ik zoek nu mensen die mij willen sponsoren om daar te mogen zwemmen. Ja. En ik zit nu aan de 570 euro, dus ik moet nog wel wat te halen, zeg maar. Ja. En de mensen die sponsoren, die komen ook op mijn vesten staan. Oké, laat zien. Dit is mijn vest en hier achterop staan. Misschien kunnen we het kijken op camera. Ergens Puk zwemt mee. Elfsteden, toch hier op camera 3 mag die. Kijk, dan kom je op het shirt staan. Ja, dat is wel vet cool. En op de armen komen dan de bedrijven te staan, zeg maar. Ja. En voorop mag ook nog. En, mag eigenlijk helemaal vol. Hey, en
Ik hoorde ook dat je ook een soort... je hebt een pagina, toch? Of niet? Ja. Welke pagina is dat? Nu heb je de kans om het te promoten. Ja, dat is de actiepagina van... www.elfstedentocht. Ik heb hem hier ook. www.elfstedenzwemtocht.nl volgens mij. Ja. Ja, hè? En dan kan je naar deelnemers en er staat mijn naam bij en dan kan je doneren. En het kan ook via Facebook en dan ga je naar mijn zwempagina en dan Puk zwemt mee. Ja. En daar kom je een link tegen en dan kom je precies dezelfde actiepagina uit. Dus, ja. Ja. Cool hoor, hey, super spannend. En hoe ziet de toekomst er van Puk uit? Gaan we jou straks op de Olympische Spelen zien? Ja, daar heb ik nooit echt flink over nagedacht. Maar het is wel mijn doel om gewoon door te blijven zwemmen. Want ja, ik blijf zwemmen leuk vinden en ik denk niet dat ik er ineens mee ga stoppen, zeg maar. Nee, want hoe vaak moet je nu trainen eigenlijk? Ja, moet. Of train je? In het binnenseizoen train ik meestal maandag een uur, vrijdag een uur. En donderdag om de week anderhalf uur volgens mij. En zaterdag doe ik diploma zwemmen en synchroon zwemmen. En buiten, ja, gewoon zo vaak mogelijk, gewoon wanneer het kan. Ja. Dus. Hey, en als je nou kijkt naar de zwemmers nu, hè, we hebben het net over Maarten van der Weijden gehad. Wie is nou jouw allergrootste voorbeeld? Maarten van der Weijden. Ja, is dat echt zo? Ja. Heb je ook zijn boek gelezen, of dat niet? Hij heeft ook een boek, hè? Moet je tegen hem zeggen. Oké. Okay. Hij heeft een boek volgens mij. Kun je handtekening laten zetten. Ja, en als mensen, voor de mensen thuis, als de mensen thuis Puk ook willen helpen, dan kun je natuurlijk kijken op onze website www.omroepdommeland.nl of natuurlijk op jullie website www.elfstedenzwemtocht.nl. En dan komt het helemaal in orde. En dan hoop ik dat er superveel mensen jou gaan sponsoren. En ja, dat het één groot succes wordt. Welke datum is het ook alweer? 18 augustus. 18 augustus. En je gaat zwemmen in? Sneek, perfect. Hartstikke goed. We ondertussen lopen hier weer mensen de studio in. Daar ben ik weer, gelukkig. ik zei het net al, we hebben muzikale omlijsting van niemand minder dan nummer 9 vanavond. Alles ter ere van Lumicine. Wat weer in Liem te zien zal zijn. Voor de mensen thuis die net de intro gemist hebben, vanavond gaan we iets heel bijzonders doen. Want Guus Meeuwis gaat zijn cd presenteren hier in onze prachtige gemeente Bokstel. Dat alles omdat Umberto Tan in RTL Late Night een pijltje gooide op onze gemeente. Hou deze uitzending in de gaten, want ik ga straks iets heel bijzonders vertellen. Nummer 9, zijn jullie klaar voor? Ja, weer klaar hoor. Puk, dankjewel. Take it away. Zeg maar wat je zeggen moet. Denk maar wat je denken moet als het je geeft. Wat het je geeft als je beleeft wat je beleeft. Als je van nu af aan gelukkig bent, twijfel geen moment. Volg maar wat je volgen moet. Vind maar wat je vinden moet als het je geeft. Wat het je geeft als je beleeft wat je beleeft. Als je van nu af aan jezelf bent, twijfel geen moment aan jou. En wat er ook nog komen gaat, dat is nog onbekend. Gewoon je kop omhoog en ga ervoor, dan zul je weten wie je bent.
pak maar wat je pakken moet. Maar ga alleen als het echt moet, als het je geeft. Wat het je geeft als je beleeft wat je beleeft. Als je van nu af aan gelukkig bent, twijfel geen moment aan jou. We hebben 9. We zien jullie straks nog terug. Dankjewel. Ja, komende week zal Circus Sijmen hun tenten gaan neerzetten op het grasveld van Lidwina. En daar zullen ze een aantal voorstellingen geven, onder andere voor zorginstellingen uit Boksel en omgeving. Uniek concept, een concept wat ooit eerder is uitgerold. Daar hebben we even een impressie van. Kijk maar even mee. Ik zeg, we hebben een impressie, dus kijk even mee. Hebben we geen impressie? We hebben geen impressie. Nou, dan gaan we gewoon door. Dat kan ook, hè? Het is live. Alles is mogelijk. Bij mij op de bank Wim Ketelaars en Kees de Wild. Dank. Leuk dat jullie er zijn. Ik zei het net al, een uniek concept. Vertel. Wim, om met jou te beginnen. Uniek. Omdat het voor het eerst in Boksel gaat plaatsvinden. Ja. Maar er ligt een mooi verhaal ten grondslag. En de initiatiefnemer die zit naast me, dat is Kees. Dus alle credits gaan naar Kees en die gaat het met plezier vertellen. Ja, vertel. Nou, de credits, het is een beetje bij mij begonnen. Ja. Ik werk bij een zorginstelling in Goorlen en heb vorig jaar de circus naar Goorlen gehaald. Ja. Voor die zorginstelling. Dat was Lukkerheide? Was niet Lukkerheide, of wel? Nee. Nee. Okay. Elisabeth in Goorlen. Ja, ja. En ik zei, ik kwam toen met die circusdirecteur Alex Sem in contact. Ja. En dat was een leuk gesprek. Mm-hmm. Ik speel hier een boksen bij de Volle Blaas. En ik denk, hoe leuk zou het zijn als wij als Volle Blaas een keer als circusorkest kunnen gaan fungeren. En dat tegelijkertijd ook voor de zorg kunnen doen. Ja. Ik denk, hoe ga ik dat idee nou eens in Boksel voor elkaar krijgen? Ik heb toen Henk van de Zee van Brabants Centrum benaderd. En toen is het van het een het ander komen, dus Brabants Centrum die ging het mee omarmen het verhaal. Boksen vooruit werd erbij betrokken, Zorgzaam Boksen werd erbij betrokken. En ondertussen werd de een en ander enthousiast, organisatie werd alleen maar enthousiaster. En de balletjes gaan rollen en dat resulteert in dat wij volgende week bijna 3000 mensen naar het circus kunnen laten gaan. En uiteindelijk zijn dat, en het mooie is dat er 2200 mensen zijn die dus normaal gesproken niet zo makkelijk naar het circus zouden kunnen. Mm-hmm. Mensen die in de zorg wonen of werken. Maar ook mensen die het misschien niet eens zouden kunnen betalen. En dat maakt Boksel met elkaar mogelijk. Dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Ja. Maar het unieke is dat dat zo ontstaan is door een hele mooie samenwerking. Ja, ja, want Wim, hoe is het voor jullie om betrokken te zijn bij zo'n organisatie als dit? Buitengewoon leuk. Ja. Buitengewoon leuk, zoals je zult begrijpen. Ja. Nou, toen Kees en Henk met het idee kwamen, toen hebben we eigenlijk al heel snel tegen elkaar gezegd. Er zijn twee varianten. Mensen kopen gewoon een kaartje op de vrije markt, gaan naar het circus en dan na afloop klaar en wel thuis. Toen hebben we gezegd, zouden we niet het principe kunnen hanteren als bij Stapel op Sint? Mm-hmm. Stapel op Sint is mogelijk gemaakt dat een groep vrienden, zeg sponsoren, ja, het mogelijk maken dat de gelovige kinderen met hun ouders om niet naar het kasteel kunnen komen. Dus een geweldige formule. Toen zeiden we, wat zou het toch leuk zijn als we twee speciale doelgroepen kiezen, waarvan we het mogelijk maken dat die gratis naar het circus kunnen. Nou, Kees zei het al, dat is natuurlijk de mensen in de ouderenzorg. Ja, die over het algemeen de meeste tijd op hun kamer of in de dagbesteding moeten hebben. En mensen die niet kapitaalkrachtig zijn. Nou, denk aan mensen van de voedselbank, denk aan de minima, denk aan de mensen van Vincentius. Wat zou het mooi zijn als we die een gratis kaart beschikbaar zouden stellen. Nou,
Dat betekent eigenlijk eenvoudig van, goh, wat kost een kaartje en hoeveel kaarten kunnen we als het ware door de vrienden laten sponsoren. En die formule die hebben we eigenlijk nageaapt van het hele verhaal van Stapelen. Ja. En het was gigantisch leuk hoe ongelooflijk snel mensen los van elkaar, doe mij met 100 kaarten, doe mij met 200 kaarten, doe mij met 100 kaarten, doe mij 300 kaarten. En uiteindelijk werd er in een recordtempo, wat Kees zei het al, 2200 kaarten ter beschikking gesteld voor de ouderen. Ja. Fantastisch. En voor, wat ik zojuist zei, de minder kapitaalkrachtigen. Nou, dat betekent dat het unieke in Boksergaard gebeurde, daar zijn we ook buitengewoon trots op, dat we volgende week 25, 26 en 27 mei, er zijn 3 voorstellingen per dag, zijn er dus 9 voorstellingen, en dat we in die 9 voorstellingen 2200 mensen een gratis kaart weg kunnen geven. En die andere 500 die worden in de vrije verkoop nog verkocht. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon uniek, wat we in Boksen weer aan het presteren zijn. Ja. De formule is dus weer geweldig gelukt. Ja. En naast die kaart hebben we weer iemand die voor de koffie zorgt, ja. En iemand voor stroom zorgen, ja. En we hebben rijplaten nodig, ja. En dat wordt ook allemaal weer om niet, want daar ben je een vriend van, hè. Ja. Die worden allemaal weer om niet gesponsord. En het is natuurlijk vreselijk leuk dat weer aan het lukken is. Ja, dus prachtig. Zijn we erbij betrokken en zijn we superleuk. Ja, fantastisch. Ja, ik krijg net door, want we zeiden het net al, een instart over het concept. Hè. We hebben toch een korte impressie. Kijk maar even mee. Okay. Ja, volgens mij zien we hier een impressie inderdaad van het circus zelf. Hè? Want wat kunnen we een beetje voorstellen bij het circus? Wat voor circus is het? Het circus samengesteld in 2 soorten tenten. Eén is echt helemaal gericht op de zorg. Mm-hmm. En de andere tent trekken ze het hele land mee door. Dat is een aanmerkelijk grote tent. Wij gaan die grotere tent hier naar Boksen halen. Maar we zeggen, we gaan wel echt gericht op de zorg. Ja. Het unieke wat we doen is dat het geen een relatief kort programma is. Dat is ook lang, het is een uur dat we echt circus gaan bieden. En wij als Volle Blaas zijn het circusorkest. En wij gaan dus een half uur voordat het echte circus begint, gaan wij al circusmuziek spelen. En het unieke is dat we ook een aantal acts mogen gaan begeleiden in het circus zelf. Dus we zijn al weken, maanden bezig om heel erg intensief te oefenen. Ik moet er ook weg, dan moet er geoefend worden. Maar dat is heel erg leuk, dus voor ons ook wel een beetje spannend. En wij gaan dus volop blazen, dus 9 voorstellingen het circus begeleiden. Ja, wat komt er eigenlijk allemaal bij de organisatie kijken? Hè? Want ten meer, je zei het net al, we hebben ook te maken met mensen uit zorginstellingen onder andere. Ja, wat komt er bij te maken, Geert? Eén, dat we een goed contract afsluiten met Circus Seim. Ja. Nou, dat is 1. 2, dan een locatie. Schrik niet als zij aankomen. Dan is het toch een ontzettend grote caravan van caravans en tenten en alles wat meekomt. Mm-hmm. Dus dat heeft een ongelooflijk grote hoeveelheid nodig. Mm-hmm. Ja, dan hebben we natuurlijk nodig allerlei infrastructurele maatregelen. Mm-hmm. Hè? Je hebt extra stroomvoorzieningen nodig, je hebt rijplaten nodig, je hebt watervoorzieningen nodig, et cetera, et cetera. Ze zijn dus bijna een volle week in Boksel. Ze komen maandagavond aan. Dinsdag gaan ze de hele dag opbouwen en dan zijn ze de hele week aanwezig. En dat betekent dus dat we ook in die tijd ook voor maaltijden et cetera moeten zorgen. Hm. Nou, dat is deel 1. Deel 2 is natuurlijk, wat we net al zeiden, zorgen dat de financiën op orde zijn door die vrienden van. En tegelijkertijd zorgen dat ook daar weer allerlei voorzieningen voor getroffen worden. Dus ook weer uitnodigingen, bedenken aan de PR en dat soort zaken meer. Ja, er is natuurlijk een heleboel logistiek bij nodig. Ook heel erg leuk is, waar we ook weer super trots op zijn. We willen per voorstelling willen we 15 vrijwilligers hebben. He? Want alles wat binnenkomt, zijn vrienden van. Dus die krijgen een gratis kop koffie, die krijgen thee en dan krijgen natuurlijk, bij Circus Hoort, popcorn. Ja. Dus er staan mensen de hele dag popcorn te bakken voor alle oudjes en voor alle kinderen. Dat ze ook gewoon zo'n popcorn krijgen. Ja. Want dat hoort natuurlijk bij een circus. Ja. Er moet ook de geur en de smaak eens, moet natuurlijk proeven. Ja. Nou, dat moet natuurlijk allemaal geregeld zijn. Nou, we hebben dus per voorstelling, we hebben 9 voorstellingen, 15 vrijwilligers nodig. Nou, we hebben een geweldig leuk is dat elke voorstelling al meteen volgeboekt is van ik wil meekomen helpen, ik wil meekomen helpen. Dus helpen is koffie inschenken en koffie ophalen, maar ook buiten het verkeer regelen en buiten bij wat helpen. Nou, dat is ook superleuk.
Dus ook dat moet geregeld worden. Ja. Nou, dus kortom, er moet een heleboel rozen gemaakt worden. Want hoe gaat het met de infrastructuur? Of jij, ja, de meeste tijd heeft gezeten, en dat is ook wel heel apart. We wilden geen exclusieve voorstelling voor één doelgroep hebben. Ja. Dat vinden we te stigmatiserend. Ja. Dus niet alleen voor de voedselbank of alleen voor dit. Ja. Dus we hebben gezegd, we willen uit alle verschillende doelgroepen tegelijkertijd een x-aantal afgevaardigden hebben. Maar die tent is die tent en er komt een grote groep rolstoelers. Mm-hmm. En bij die rolstoelers zit ook weer begeleidings. Mm-hmm. Dus we hebben een tent, zou eigenlijk vier keer, zijn vier vakken van 100 bezoekers, mm-hmm. zijn 400. Dan halen we één blok uit en dat ene blok komt de volle blazen zitten. En er komen rolstoelers staan en stoelen. Dus per voorstelling, in het kader ook van veiligheidsvoorschriften, mogen er ook maar zoveel mensen in, ja. zoveel rolstoelen en zoveel stoelen. Dus we moeten per voorstelling indelen hoeveel mensen zitten op de tribune, hoeveel mensen zitten op een rolstoel en hoeveel mensen op een stoel, zodat we het ook in veiligheidsnormen ook voldoen. Want stel voor er iets gebeurt, dan moeten we snel kunnen handelen. Ja. Dus dat was een behoorlijke puzzel om, nogmaals, de verschillende doelgroepen over de verschillende tijden en over de verschillende posities te brengen. Ja. Nou, dat is allemaal gelukt. Dus dat is ook buitengewoon plezierig geweest. Dus al bij al zijn wij startklaar. Ja, kan gebeuren. Als de volle blaas dan vanavond nog de laatste noten gaat spelen. Ja. En het messenwerpen nummer goed doet. Ja. Het is een flinke organisatie. Ja, ja. Ja, dat ik vind het toch echt wel fantastisch dat dat weer dat het lukt. Hè? Zo, en dat inderdaad zowel mensen van de voedselbank als van de zorginstellingen als de vrijwilligers een kans krijgen om op deze manier naar het circus te gaan. De circus, dat die artiesten zelf, hè? Waar verblijven die in het dorp eigenlijk? Het is een letterlijk en figuurlijk een reizend circus. Ja. Het zijn 17 professionals. Ze komen uit geheel Europa. Ja. Van Rusland, Bulgarije, Roemenië, Italië enzovoort. Er zijn een paar kinderen bij. Er is ook nog een circusschool bij. Die kinderen zijn verplicht om naar school te gaan. Mooi is dat hun voertaal Italiaans is. Terwijl ze uit... Ja? Allerlei. Ze komen met alle geledingen, maar blijkbaar is hun voertaal Italiaans. Ja. Zij hebben hun eigen... Ja, ik zeg het plat, een caravan, maar het zijn complete huizen die als het ware meekomen. Dus het is een letterlijk en verhuurend rijden circus. Zij verblijven erin. Ja. Dus de directeur gaat met zijn bureau, rijdt als het ware ook overal mee naartoe. Ja. Ja, dus heel apart om te zien. En kunnen we onze burgervader nog verwachten in een soort van mooi kostuum? Onze burgemeester Mark Buijs als circus dompteur of als directeur? Nou, of wij als... houden van verrassingen. Dus? Nou, dus. Wie weet. Mark, als je kijkt, er staat je iets te doen. Ja. Oh. Fantastisch. Ja. Heel mooi. Nee. Maar het is echt uniek wat wij in Boxer kunnen krijgen. Dat je een aantal, dat je een idee hebt. En dat gewoon al die groepen mensen gewoon erbij komen. Ja. Dat is zo gaaf om daar onderdeel van te mogen zijn. Dat is echt heel erg leuk. Ja. Ja. Ook erg mooi is, ik zie dat Brabant Centrum liggen. Ook dat Brabant Centrum ook zeer uitdrukkelijk de lead mee heeft genomen. Ja. Die is ook garant gesteld van een aantal dingen. Ze zijn volop bezig van, wat doen we voor onze leden? Nou, dit is ook een prachtige vorm dat Brabant Centrum niet alleen een krant is. Maar dat Brabant Centrum ook dit soort initiatieven breed omarmd, dus dat wil ik hier toch ook maar heel graag gebruik van maken. Ja. Dus dat is ook buitengewoon plezierig om dat te doen. Nou ja, en niet te vergeten alle andere partners die zich nog bij jullie aansluiten en de bedrijven, denk ik, om zoiets bijzonders in te zetten. Ja. Ik wens jullie super veel succes. Dankjewel. Het klinkt nu al als een succes, maar dat het een heel mooi iets mag worden. Het zal veel bekijks. Er zijn nog een paar kaarten verkrijgbaar in de vrije verkoop. Ja? Die liggen op dit moment bij de Jumbo in Oosterhof. Okay. Dus kunnen mensen nog. Okay. En anders maken wij een berichtje op onze website www.omroepdommeland.nl. Dankjewel voor jullie komst. Dank je. Graag gedaan. Graag tot de volgende. Ja, dankjewel. Ik zei het net al. Ik zou zeggen, blijf nog hangen, want het nadert. Ik hoorde net, we zijn met een klein filmpje bezig, dat het bijna klaar is. Waarin we jullie spannend nieuws gaan vertellen over niemand minder dan Guus Meeuwis. En we nog iets heel bijzonders hebben voor de inwoners van gemeente Bokstol, Lenzeuvel en Liemt. Dus ik zou zeggen, blijf even kijken, want het belooft een bijzondere avond te worden. En deel. Ga met z'n allen kijken, want wie weet. Nummer 9. Take it away. De Zeis. Ja, ik ben met een Zeis. Met een Zeis, gras voor alle voeten. Ja.
Ja, ik wed dat ik scherper werd dan elke wet. Ja, ik wed met mijn zeis. Met mijn zeist gras voor alle voeten. Ja, ik wed dat ik scherper werd dan elke wet. En met één slag maai ik ze om. Zijn het helden, zijn het slomen. Zijn het boeren, zijn het nog zulke hoge personen. Ja, ik wed. Met mijn zeis, met mijn zeis, met mijn zeis, gras voor alle voeten. Ja, ik wed dat ik scherper wed dan elke wet. En met de beet van een wolf scheur ik. Zijn het leugens, zijn het dromen, zijn het liefdes, zijn het nog zulke slimme vertonen. Zijn het wolken, zijn het bomen, zijn het sterren, zijn het nog zulke verre protonen. Ja, ik wed met mijn zeist, met mijn zeist, gras voor alle voeten. Ja, ik wed dat ik scherper wed dan elke wet. Ja, ik wed met mijn zeist. Met mijn zeis, mijn zeis, mijn zeis, mijn zeis, mijn zeis. Ja, mannen. Fantastisch. Nou, dankjewel, dankjewel. Super. Even voor mijn beeldvorming nog, want leuk dat jullie er vanavond waren. Wanneer kunnen we jullie ook weer zien voor de mensen thuis? Zondag. Limo zien. Eerste Pinksterdag, 20 mei. Ons kan je zien om 3:05. En begint, als ik het niet vergis, om 2:30. Maar... Super. Hey, gewoon op tijd te zijn, 1:00. Komt altijd goed. Ja. Hey, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ja, zondag 27 mei, dan trekt de heilig bloedprocessie weer door ons dorp of door onze gemeente eigenlijk. En we vonden het wel eens leuk om met mensen te praten die meelopen... Daarom bij mij op de bank die drie Maria-draagsters, Tony, Jouke en Marijke, als ik het goed heb. Ja, klopt helemaal. Jullie doen al heel wat jaartjes mee, toch? Ja, klopt. Ik vertel. Wel. Vertel, ja. Als Maria-draagster loop ik, had ik al teruggekeken, zo van ongeveer 1989 mee als Maria-draagster. En de jaren daarvoor ook als andere figuur in de Maria, als... In de heilige bloedprocessie. Ja, vanaf kind eigenlijk al. Ja, ja, we hebben een foto van Maria Draagsters, als het goed is. Misschien kunnen we die laten zien. De foto's, ja. Ja, want hoe kwamen jullie eigenlijk in een groep als deze terecht? Hoe ik daarin terecht? Oh. ja, ik heb ook altijd meegelopen al met andere dingen en... Ik heb eerst een tijdje buiten Boksel gewoond en toen kwam ik weer en mijn zussen zaten erbij. En er was een plekje over bij de Mariadraagsters, dus sinds die tijd loop ik daar ook mee, ja. Dus, maar ja, al van kind af aan ook inderdaad altijd meegedaan, dus ja in anderen. En ja, dus... En jij? Ja, ik wou net zeggen. Ja, ook van kind af aan altijd al in allerlei rollen meegelopen en sinds vorig jaar als Mariadraagster. Ja, om een bijzondere reden eigenlijk. Ja. Wat was jouw reden om mee te lopen? Als Maria-draagster, dat heeft mijn moeder eigenlijk altijd gedaan. En die is vorig jaar heel onverwachts overleden. En dat heb ik overgenomen. Oké. Okay. Dus zodoende. Ja. Dus jij hebt haar plek eigenlijk overgenomen? Ja. En hoe is dat dan voor jou om zo'n tocht als zondag de 27e te lopen? Ja, het is heel dubbel. Heel dubbel. Ja, ja, voor ons allemaal voor eigenlijk. Allemaal, ja. Wij zijn allemaal familie. Tante. Dat is een zus van ons. Oh, ja, we zijn toevallig allemaal familie. Ja. Ja. Dus. Ja.
Ja. Maar wat doet dat dan met jullie, gewoon als, ook als zussen? Ja, vorig jaar was het natuurlijk de eerste keer dat het zo was. Dus toen hebben we er ook echt wel even bij stilgestaan en even in de kerk. Want wij moeten ook altijd aan het eind van de processie door de kerk met heel de groep. Ja. En dat we even daar nog een kaars op gestoken hebben met alle 12 Maria draagsters. Dus dat was wel erg mooi. Ja. Ja. Dus, ja. Wat ik me af, misschien mensen thuis ook wel... Het is best een ding volgens mij wat jullie moeten dragen. Hè? Ja. Is het niet ontzettend zwaar? Ja. Ja. Ik vind we zijn ook natuurlijk 12 loopsters. Ja. En we tillen ze eraan met vieren. En dan tijdens de tocht doen we zo één of twee keer wisselen. En dan hebben we een systeem voor bedacht met 12. En dan dragen we tijdens het lopen dragen we over. Dus, maar het gewicht, het valt mee, omdat je ook weet... Ja, je draagt ook met z'n vieren natuurlijk, ja. Dus dat scheelt ook. Ja, ja. Ik vind dat wel meevallen, ja. Je voelt wel dat je... Ja, precies. We houden er wel rekening mee dat één groepje dan een beetje dezelfde hoogte is natuurlijk. Want anders dan hangt ze helemaal een beetje scheef. Dat is niet de bedoeling. En dat kan natuurlijk niet. Nee. Hoe reageert het publiek eigenlijk op jullie? Krijg je daar iets van mee? Ja, zeker. Maria is altijd heel erg in trek. Ja. Want we moeten wel eens ooit stoppen dat mensen foto's willen maken en zo. Dus dat, dat is wel heel leuk. Ja, Maria is altijd heel erg. Het ouder publiek, sommige knielen nog of buigen. Of, dat zie je ook nog wel. Ja? Dat is wel heel bijzonder. Ja. 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 Dat is mooi om te zien. Ja. Maar het Maria beeld, daar wordt altijd wel veel aandacht aan besteed. Ja. En hebben jullie zelf iets met het christelijke geloof eigenlijk? Of wat is Ja, zo zijn we in ieder geval wel opgevoed. Ja. Ja. En ik ga ook bijna elke week wel naar de kerk. Wij zingen ook in een koor. Ook in een koor, maar... Dus vind ik wel... En dan met zoiets meedoen. Niet dat je daar per se voor moet geloven om met die processie mee te doen. Want ik vind het gewoon... het is geschiedenis van Boksel. Ja, een stuk traditie En ook traditie. Ik vind dat zeker in stand moet blijven. Ja. Dus wij zitten ook eigenlijk bij de organisatie. Dus en mensen werven en van de processie. Ja. Hoe ziet zo'n dag voor jullie er eigenlijk uit? Vanaf het moment dat je opstaat? Omdat wij samen ook nog bij de organisatie zitten, dan worden we al 's morgens al wat verwacht. Dus alles. We zijn eigenlijk al heel het weekend er al mee bezig. Natuurlijk is vrijdagavond moet de kleding al overal naar goede plekken gehangen worden en alles gecontroleerd. En dan zijn we zaterdag ook nog echt met een hele club mee bezig. En zondagochtend worden wij dat ook weer verwacht om daar te helpen. Dus we ontvangen ook voor andere groepen moeten wij mee helpen omkleden en zorgen dat het mee loopt. Oh, en dan op tijd moeten we zelf ook omkleden en naar de visagie. En dan ga je hem lopen. En wij eindigen ook dan nog in de kerk met het beeld. Dus het is, je bent gewoon eigenlijk een heel weekend ermee bezig. Wij althans. Het is een immense organisatie. Ja, we beginnen ook al net voor Pasen de meeste mensen aan te schrijven. En dan, die kunnen dan reageren via mail. We hebben hier een foto nog, kijk. Kijk. Ja, dat loopt net voor op, Tony. En dan kunnen mensen, tegenwoordig gaat het allemaal via de mail natuurlijk. Ja. Maar vroeger werd alles gebeld. Maar sturen we zoveel mogelijk de vaste deelnemers die altijd dezelfde rol doen. Die krijgen alvast een mailtje en die kunnen dan reageren van ik kan dit jou wel of niet. Ja. En die hoeven eigenlijk ook verder niet te komen passen. Maar wel als ze een keer niet kunnen, dan moet er vervanging gezocht worden. En, nu is het dan ook bezig dat op maandag en woensdag de pasavonden zijn. En dan kunnen de kinderen komen, hè, want dat is elk jaar anders natuurlijk. Want die groeien nog. Dus die, het is erg leuk om te doen. Maar even voor mijn beeld voor me, want we hebben het nu weer over tocht. Maar jullie zitten ook in de organisatie. Hoe zijn die dagen? Heb je iets van leuke anekdotes? Hoe dat onderling gaat met elkaar? Of er wordt natuurlijk wel wat... er zitten ook heel veel profetenrollen bij en dat soort dingen. Dus er zitten ook een aantal dames bij die al jaren daaraan aan mee doen. Dus die hebben altijd wel heel grappige verhalen. Dat ooit dus is gebeurd. Of over de kleding of hoe mensen onderweg iets meegemaakt hebben. Maar het is wel grappig. Want ook de kleding moet ook weer... hersteld wordt. Sommige kleding zijn al heel oud.
Dus het moet hersteld worden en dan in het atelier, mogen we tegenwoordig zeggen. dus ja, daar komen best wel leuke verhalen, ook van oud-lopers. Het is eigenlijk altijd een beetje een reunie. Want we lopen echt heel op die dag zelf wel. Op die dag zelf, zeker. Ja. Wat is nou het oudste stuk wat eigenlijk meegedragen wordt, meegenomen wordt tijdens deze loop of processie? Bloeddoek, hè? Het bloeddoek. Ja. Die gaat altijd, het bloeddoek gaat altijd mee, met schrijn. Dat is maar een onderdeeltje van heel het doek. Maar ja, dat is denk ik het oudste. Dat denk ik ja, ook. Daar ja, daar gaat het eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. En dat is, ja, dat is al van 1300 ergens. Ja. Dus, ja. Zo. Dat is ja. echt al heel oud. Ja, het is echt een traditie. Ja. Als ik echt naga toen ik dat in Boksel nog woonde. Alleen volgens mij is het wel weer afhankelijk. Ja. 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 Dus we beduimen voor goed weer. Want als het regent dan... Nee, dan wordt het afgelast. Ja, om 3 uur vertrekt altijd de stoet. En dan iets voor 3 uur wordt dan een besluit genomen of het wel of niet doorgaat. Hoe was dat toen het een keer niet doorging voor jullie? Als je dan zo heel lang een jaar bezig bent met zo'n organisatie. Heel teleurstellend dus is dat wel, ja. En zeker ook voor die kindjes allemaal, die kleintjes. Die vinden dat heel... Want dan mogen ze een mooie jurk aan en dan, dan mag je weer uit. Ja, dan zie je echt die beteuterde gezichtjes. Ja, ja. 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 Dus, maar ja, goed voor ons ook natuurlijk. Want je bent er toch 6 weken mee bezig om alles goed voor te bereiden. En dat iedereen weer alle rollen vervuld zijn en dat soort dingen. Dus ja. Als we kijken naar de gehele organisatie, hè, want we hebben net toevallig over Boksel Vooruit gehad, hè, die ook heel veel vrijwilligers. Ja. Hoeveel vrijwilligers, als je schatting maakt, zijn er eigenlijk betrokken bij dit evenement of bij deze dag? Alle mensen die helpen ook op het atelier, zeg maar, voor het vermaken van de kleding. Die doen ook op die dag mee helpen met aankleden. En dan zijn we met een man of 30, denk ik. Ja. En daar maar je bedoelt het totaal, met de medelopers? Met de dat kan wel 300 man minstens. Ja, minstens. Ja. Misschien wel meer. Ja. Maar er zijn ook de harmonie en zo. Ja, die hoeven geen kostuums van ons aan natuurlijk. Maar dus dan is het misschien nog wel meer inderdaad. Ja. Dus het is een heel... Een hele organisatie. Je had het net over de reacties. Hè? Zijn er ook wel eens vervelende reacties van mensen? Of dat je denkt van nou, die mensen die hadden beter even niet kunnen komen. Of die gewoon niet leuk reageren. Of, Ik vind, dat was vroeger niet zo, maar dat is tegenwoordig wel. Net als jongelui met de fiets of zo, die gewoon oversteken tussen de stoet door. Ja. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Nee. Mm-hmm. En dat is heel jammer dat gebeurt. Maar echt reacties? Nee, kan ik niet. Iedereen is altijd wel toch wel stil, ook als het voorbij komt. Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder iets om te zien. Want als je kijkt naar toeschouwers, is dat toegenomen, afgenomen? Of als je kijkt naar de afgelopen jaren, of is het echt wel iets... Wat zo leeft in Boksel. Ja, toch is het altijd best druk. Inderdaad. Ja. Zeker vooraan als wij uit de Burgakker uitkomen. Ja. Je hebt ook stukken wat het inderdaad wat minder druk is. Maar dat is misschien ook niet zo aantrekkelijk om te gaan staan. Of, nee. En de kerk op het eind zit het eigenlijk ook altijd vol. Want het laatste stukje van de processie gaat dus ook door de kerk nog. Dus, prachtig. Ik vind het altijd heel mooi. Hoe lang zijn jullie eigenlijk exact aan het lopen? De hele tocht? Een uur? Zoiets. Okay. Eerst vertrekt om 3 uur. Maar ja, daar zitten wij zitten pas een beetje aan het einde. Wij vertrekken pas tegen 3:30 of zo. Half 5 is het ongeveer de slotplechtigheid in de kerk. En wat doe je nou als je heel nodig voor plassen? Ja, misschien een stomme vraag. Veel weinig koffie drinken vooraf. Niet te veel drinken en dan tijd naar de wc. Naar de wc, onderweg kunnen niet. Gaat niet. Je niet even in één keer naar huis schieten. Nee, dat gaat niet. We krijgen wel drinken onderweg als het heel warm is, maar naar de wc, dat gaat niet. Nee, dat wordt het niet. En als je kijkt, je hebt zo'n hele dag, jullie hebben een hele organisatie gehad. Je komt aan in de kerk inderdaad. Hoe ziet het erna eruit voor jullie? Heb je nog een soort afsluiting met z'n allen? Of? Voor alle lopers, je krijgt ook altijd de consumptiebon. Dus je kun je voor of achteraf. Er staat ook een, waar je iets in versnapering kunt krijgen. Mm-hmm. En ene neemt vooraf achteraf. En vaak
ja, al die groepen, mensen kennen elkaar, dus die staan er achteraf nog wel op het schoolplein. Want het is op de Sint-Peterschool. Een ja. beetje na te praten, en te borrelen. Ja. En eventueel groepsfoto's maken. Ja, ja, het, is, ja. het is altijd gewoon heel gezellig. Heel gezellig, ja. Ja. Ja, heel veel mensen blijven ook hangen. Vooral de lopers die al jaren meelopen. Ja. En dat is altijd wel gezellig, ja. En daarnaast weer omkleden en opruimen. Ja. Ja. En wij als Maria Draagsters ook, we hebben gewoon een hele leuke groep. Ja, en dat is, ja. Want er zijn er bij die we vaker zien natuurlijk, maar er zijn er ook bij die je dan alleen maar met de processie ziet. Ja. Ja. En dat is er wel, dat is wel heel leuk. Ja. Zijn er nou bepaalde plekken in boksen die zeggen van nou, als je daar gaat staan, dan heb je echt de beste plek. Oef. Ja, dat is een goede vraag. Maar als je kijkt naar de route, hoe het ongeveer loopt. Ja, dat is de beste plek. Ik heb geen flauw idee. Nou, ik denk als je op de hoek staat van de Bossenweg, Montse-Wilmerstraat, dan kun je ze wel zo mooi aanzien komen. Want dan sta je in die bocht en dan komen ze uit de Clarissestraat. Zo. Dat is wel, dan heb je wel goed zicht, denk ik. Dus mensen kunnen daar gewoon lekker met een stoelke. Ja, die gaan er inderdaad. In die bocht ook bij de muziekschool, zeg maar. Dat is eigenlijk hetzelfde idee. Dan sta je ook, ook recht aanlopen. Ja, dus. Prachtig. Voor jou, voor jullie alle drie eigenlijk. Als je het in één zin moet omschrijven wat dit voor jou betekent, zo'n tocht meelopen. Ik blijf het altijd heel bijzonder vinden. En dat ik ook deze rol mag vervullen in de bloedsessie met Maria Peelt. Ja. Ja. Ja, ik sluit me daarbij aan. Dat is ook één zin inderdaad. Ja, ja, ik vind de kleding altijd, die vindt iedereen altijd heel mooi. En ik vind het heel bijzonder als je daar dan weer uw eigen jurk weer aandoet na een jaar. En want er staat overal een naam onderin. Ja. Iedereen heeft zijn eigen jurk. Dus dat is wel. En ik vind dat, dan is dat heel bijzonder om daar mee te lopen. Ja. Ja. En ook met de gedachten die je net zeker. Vertelde, denk ik dat het een hele mooie, bijzondere dag is. Ja. Ja. Laten we hopen op goed weer. Ja, ja, dan moeten we met z'n allen verduimen. Ja. 27 mei, ja. 3 uur. 3 uur. En heel veel succes. Wil je nog iets zeggen? Ik wou één klein dingetje zeggen. Ja. Op de woensdag voor de processie is de bloedmirakelse avond. Ja. En dat is altijd een lezing over iets wat verband houdt met de processie. En dat gaat dit jaar over de beeldenstorm. En door Sander Wassing wordt het gehouden. Dus dat wou ik alleen even zeggen. Daar kun je kaartje verkopen. Prachtig. Super. Dankjewel. En voor de mensen thuis, als je meer informatie wil natuurlijk, of over de route, of over hetgeen wat net verteld wordt, neem even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. Dankjewel. Ja, ik zei het net al. Althans, ik heb jullie in het begin van de uitzending er al iets over verteld. Humberto Tan die gooide in RTL Late Night goed raken met geblindeerd met zijn pijl op de kaart. En het pijltje kwam in Bokstel of op Bokstel, gemeente Bokstel terecht. Dat betekent dat Guus Meeuwis aanstaande vrijdag zijn cd hier in Bokstel op een bepaalde locatie zal gaan presenteren. Kijk, Guus Meeuwis gooit een pijltje in Bokstel en heel Bokstel staat op zijn kop. We zijn dus op zoek gegaan naar wat geschikte locaties hier in Bokstel. En heb je iets gevonden? Nou, het ziet er nou uit dat we wel vanavond kunnen gaan beslissen waar we gaan spelen vrijdagochtend. Maar je mag nog niks vertellen? Nee, dat gaat Guus vanavond om 10:30 op RTL 4 bekendmaken bij RTL Late Night. En daar moeten we even op wachten met z'n allen. We vinden wel dat de Bokselnaar een mooie kans moet hebben om er binnen te kunnen. Ja. En kunnen wij nog als Omroep Dommeland 2 kaartjes ter beschikking stellen? Hierbij stellen wij 2 kaartjes beschikbaar voor de exclusieve showcase van Guus Meeuwis op vrijdag 18 mei ergens in Bokstel. De locatie bekend vanavond. En mail Roel Jongen helemaal maar eventjes om die kaartjes in ontvangst te krijgen. Nou, we doen het anders. Geert, jij gaat zo vertellen wat ze moeten doen. Ja? Hey, mannen bedankt. En ik zie jullie vrijdag. Tot vrijdag. Dank. Ja, spannend dus. Aanstaande vrijdag is het zover. We hebben dit vanmiddag in het diepste geheim gefilmd. Wij weten de locatie inmiddels wel. U nog niet. Vanavond om 10:30 RTL Late Night kijken, zou ik zeggen, op RTL 4. Dan wordt de locatie bekendgemaakt. En we hebben een prachtig unieke actie voor inwoners hier in Bokstel, die massaal gedeeld en geliked mag worden.
Als jullie vanavond naar onze Facebookpagina gaan, dus de Facebookpagina van Omroep Dommeland, dan staat daar een bericht op. Je moet de Facebookpagina liken en je moet onder het bericht ook zetten waarom jij nu heel graag samen met... Of nee, we mogen twee kaartjes trouwens weggeven. Waarom jij nou heel graag bij deze cd-presentatie van Guus Meeuwis aanwezig wil zijn. Het belooft een uniek iets te gaan worden waar hij een x-aantal nummers ten gehoor zal brengen van zijn nieuwe cd op een geheime locatie in Boksel. Dus like de Facebookpagina van Omroep Dommeland en zet daaronder waarom jij er graag bij aanwezig bent. En wie weet win je dan een kaartje. Aanstaande donderdag zullen we via een live Facebook, live Facebook bericht, zullen we de winnaars bekendmaken. Maar goed, ik zou zeggen, vanavond kijk RTL Late Night. Daarna naar onze pagina gaan en dan kun jij wellicht twee kaartjes winnen. Dit was hem alweer. Een enerverende uitzending. Ik wens u nog een hele fijne avond. Lekker nog even opblijven. Win die kaartjes. Tot de volgende.